Ik ben 2 jaar geleden opnieuw de landelijke politiek ingegaan, omdat ik meende een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan een samenleving waarin lasten en lusten eerlijker worden verdeeld en waarin mensen, ook als zij heel verschillend zijn, toch gelijkwaardig worden behandeld. We werden met 30 zetels net niet de grootste partij. VVD en CDA hebben er vervolgens nadrukkelijk voor gekozen om een samenwerking met de PVV aan te gaan, waardoor ons land nu onder moeilijke economische en financiële omstandigheden wordt geregeerd door de helft plus één in een coalitie die naar mijn oordeel tot heilloze polarisatie leidt. De sociaaldemocratie kan en wil bijdragen aan een noodzakelijke hervorming van de samenleving. Een modernisering die ons in staat stelt ook onze kinderen en kleinkinderen perspectief te bieden. Zo'n modernisering krijgt alleen voldoende draagvlak als niet het recht van de sterkste of het recht van de grootste mond geldt, maar een fatsoenlijke omgang met elkaar. Partijen bijeenbrengen in plaats van polarisatie. Daar gaat het om. En terugkijkend moet ik helaas vaststellen dat ik er in de politieke en mediawerkelijkheid van Den Haag onvoldoende in ben geslaagd om die weg naar zo'n ander beleid geloofwaardig over het voetlicht te brengen. En het gaat me aan het hart. Zoveel mensen, partijgenoten, kiezers, maar ook velen buiten onze kring die me goedgezind waren en zijn, teleurgesteld te hebben doordat ik de hoge, soms veel te hoge verwachtingen niet heb kunnen waarmaken. Weet dat ik serieus en vasthoudend heb geprobeerd om dat wel te doen. Ik reken mij dat aan, maar het gaat uiteindelijk niet om mij. Het gaat om de pijn die de onzekerheid in Europa en de recessie veroorzaken voor miljoenen mensen. Die pijn te bestrijden, mensen weer perspectief te bieden, dat is de taak waar de Partij van de Arbeid voor staat. En wanneer je als politiek leider daaraan onvoldoende effectief kunt bijdragen, dan behoor je terug te treden. Want wij staan in dienst van iets dat groter is dan wij zelf. En daarom treed ik vandaag af als voorzitter van de Tweede Kamerfractie en verlaat ik ook de Kamer. Natuurlijk, ik zal in de toekomst proberen mijn bijdrage te blijven leveren aan de publieke zaak en aan de ontwikkeling van het gedachtegoed van de sociaaldemocratie. Nederland heeft een coalitie van de goedwillenden nodig. Een coalitie die zich verzet tegen tendensen van uitsluiting, verruwing en scheidslijnen tussen mensen. De Partij van de Arbeid heeft daar als van ouds een belangrijke rol in te spelen. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook zal gaan gebeuren. Maar zonder dat ik leider ben van die partij.